Vandaag hebben we het over stroom aan boord. In een camper heb je twee systemen. 12 volt voor bijvoorbeeld de verlichting binnen en 230 volt voor de koelkast en voor de stopcontacten. Die 12 volt die komt uit twee accu's. Uit de startaccu van de auto, die heb je nodig om de auto te starten, en uit de boordaccu. Het 230 volt systeem komt uiteindelijk uit de stroompaal op de camping of de camperplek. Als je onderweg bent met een camper wil je graag zo onafhankelijk mogelijk zijn, dus zonder dat je iedere keer een stekker in een stopcontact moet steken. Onderweg worden die 12 volt accu's opgeladen door de dynamo en sta je een keer op de camping of een camperplek, dan worden ze weer opgeladen zodra je die stekker erin steekt. Daar zorgt de boordelektronica voor. Onderweg, zonder die stroompaal, heb je nog steeds geen 230 volt aan boord. En dat is toch wel handig om bijvoorbeeld even een kop koffie te zetten via de Nespresso. En daar zijn handige toepassingen voor bedacht. In de camper monteren we deze omvormer, een NDS 1500 IVT. Zo'n omvormer die maakt van de 12 volt uit het boordnet maakt die 230 volt. Het bijzondere aan dit apparaat is bovendien dat hij een zuivere sinus heeft. Daar komt een mooier signaal uit en dat kan je vergelijken met de stroom thuis, gewoon uit het stopcontact. Die zuivere sinus heb je nodig om kwetsbare apparatuur te kunnen gebruiken. Spullen met een printplaatje erin. Bijvoorbeeld je Nespresso of je laptop of de e-bikes. Het voordeel van deze omvormer is dat IVT-gedeelte. Dat is een prioriteitsschakelaar. Zodra de camper aan de stroom hangt, aan de stroompaal, heeft hij dat al lang in de gaten. Daardoor gebruikt hij de accu's dus alleen als dat noodzakelijk is. Heb je verder geen omkijken meer naar. Thank you.